Ja. Hier is Vis hier. Met vandaag weer een nieuwe Road to Commander Black Ops 1. En we gaan verder. En ik zie dat ik ben aan het inloggen. We gaan even kijken wat we gaan doen. Want ik heb wel even over nagedacht over bepaalde dingen. Ik moet eventjes die ene challenge halen nog. En ook met de. Hoe heet ik weer? Met de contracts en zo moet ik even opletten. Contracts. Deze, die moet nog gehaald worden namelijk. En dat is wel 2900 XP erbij. En 2900 krotpunten. Dus dat is wel heel erg handig. Dus die ga ik. Nog eventjes voor. Ik heb een skillstreaks erop aangepast, natuurlijk nog steeds. Spyplane Nepal, attack helikopter. Contracts, verder. Nou, deze, jij ja, ben je afhankelijk van, Domination natuurlijk. En deze, nou, 8 kills, moet lukken. Met aimen mee natuurlijk. Ik heb even, ik ga de AK-74U weer kiezen. Ik heb nu wel Ghost even unlocked. Ik vond het wel zo prettig om ook een keer met Ghost te gaan spelen. We gaan in ieder geval zoeken. Ik ben gewoon 6 kills op rij moet maken. Regular Domination. En ik ga laat ook even wil ook zeggen dat. Er wordt al gezegd, jij moet een keer met de AUG spelen. De AUG heb ik nog niet. Dus ja. Die heb ik vast. Als het goed is, level 26. En dan hebben we Pieter trouwens, die is online. Hé, hey, die is terug van vakantie. Maar we gaan even kijken. Hoe en wat. Een hele lage ranks. Nou, daar moet een beetje geluk mee hebben. Launch, get ready for the launch. En, nou vind ik wel op zich wel een leuke map, behalve dat trillen dan, als je dat ding al hoog gaat. Die, wat ik weer, die, hoe kom je niet op mijn naam? Hoe kan je daar niet op mijn naam komen, Chris? Raket. Die raket die niet omhoog gaat. Maar we gaan even kijken. Host migreert beren namelijk. En dan gaan we in ieder geval nu beginnen. Level 7 bij mij. 2 level laag ranked zijn bij de tegenstander. En ook 2 redelijk hoge. En 1 hele hoge bij mij. Dat zegt natuurlijk niet zoveel, want je kan net zoals ik kan gewoon een rode commander doen. En dan weer opnieuw beginnen. 1.71 is mijn ratio. Dat heb ik trouwens net gezien. Dus we kunnen op het einde van de wedstrijd nog even kijken wat die dan is. Wel leuk. Ik probeer eigenlijk wel een beetje richting de 2 ratio van 2 te werken. Vind ik een mooie ratio. Twee. Vorige keer heb ik trouwens mijn andere account Domination. Waar ik weer Black Ops heb gespeeld. Dat was 1.61 was hij. Mijn ratio. Een stuk hoger dan de andere over de games. Maar zit hier natuurlijk ook veel meer bullshit in. Maar is wel iets minder spannend. Denk ik zelf ook. We lost C. En hier, deze hebben we hier wel daar. Die daar ook. Losing Alpha. Kut. Spy plane standing by. Ik wou net zeggen, ik moet die spy plane hebben. Waar ging je toe? Ging je naar boven? Ja, die ging naar boven. Dan gaan we rustig naar de zeeplek. Securing C. Cover me, I'm reloading. C secure. Oh. Enemy spy plane. Ja, die ook. Losing A. We hebben weer een challenge erbij. Pak even de Enfield even bij op. Wat is dat dan weer? Hoe kun je daarmee gaan spelen? Gek hè, dat je dan geen kills kan maken met zo'n ding. Hè? Oh. Oké. Okay. Lekker. Aan de zijkant weer. Enemy spy plane above. Oh, je spy plane. Hostile RCXD spotted. Securing A. Met je hostile RCXD. Enemy SR-71 above. Blackbird? Our spy plane's in the air. Tjonge jonge. Ja, god kleren. Ja, dan kun je ook Ghost hebben, maar dan heb je niks aan Ghost hoor. Oh, die was wel lekker. Een beetje achterblijven. Ik weet niet hoe lang het ding duurt. Voor mij 50 seconden. Tot aan een minuut. Even kijken hier.
En je hebt me. Want je stunt me, dan heb je me. Losing Charlie. Oh, het is lekker hoor. Hostile RCXD spotted in your area. Enemy spy plane above. Ik ben veilig. Maar ik moet al richting die. Spy plane standing by. Ik wou zeggen, ik moet richting. Losing Charlie. Oh, kut. Echt kut. Ik ga hierin. Over de kills gaan. Waar zit hij? Pak een aug op. Napalm strike awaiting orders. Oké. Die ook. Kut! En dat was hem. Dat was de kans. Oh, dat was de kans, Chris. Ah, fuck. Dat ga ik niet meer halen. Oh, over mij heen zeker. Nee, valt mee. Enemy spy plane above. Waar zit jij nou te campen, jongen? Huppa. Weer een challenge erbij. En daar haat hij, de challenge. Expired. Echt jammer. 29 Losing B. Enemy care package inbound. Ik sta trouwens nog achter. Enemy spy plane incoming. Dat is één. Die laat ik achter. Ja, dan ga je voor je dingen ga je dood en heb je het heel goed gedaan. Oké. Perfect. Our spy plane's in the air. Enemy care package incoming. Even hier kijken. Securing A. Gewoon de cap pakken, want ik sta achter trouwens. En dit is gewoon een faal. Want het is een hele slechte, hele slechte N. Wel weer een challenge erbij. Dat is wel weer fijn. Securing Alpha. Hoop niet dat die RCX niet naar mij toe komt. Even kijken. Enemy SR-71 incoming. Godverdomme, weer een Blackbird. Hoe kan dat nou, jongens? Enemy Cobra headed your way. Hostile dogs spotted in your area. Hostile dogs. Ik ben amper dood gegaan, jongens. We lost Alpha. Dan moet ik god mijne weer achter die hondjes aangaan. Nou, de host heeft er geen zin meer in. Mijn god. Nou. Losing Charlie. En die helikopter natuurlijk. Ah. Alles tegen en hun zijn weg met teammaatjes. Vet man. Oké. We're being dominated. Take those positions. En weer een challenge bij, dat is wel leuk. Ja, allemaal maatjes zijn weg. Kom op nou jongens. Beetje vullen. Honden. Dingen wegschieten. Wij altijd als ik dingen haal, zijn ze zo weg. Volgens mij
mij is er al wat weg. En dat is mooi. Yui, daar komt ie. Jongens, schiet dat ding alsjeblieft zo snel mogelijk weg. Hoezo afhankelijk van je maatjes? Hup. Even hoofdpijn bezorgen. Zo. Spy plane standing by. Friendly spy plane inbound. Nou. Securing Charlie. Dat ding blijft er best wel lang staan. Niemand doet dat met dat ding. Wow. Je mag het zeggen. Faal 1. Maar ja. We gaan weer onderweg. We staan wel flink achter. Ik denk dat we weer gaan verliezen. Het is echt. En de Chris, ik dacht dat misschien daar bovenop nog eentje zat. Iemand doet wat. Kill the enemy who killed you. Yes. Pick it up, we're taking a beating. All areas secure, hold your positions. Spy plane standing by. Friendly spy plane inbound. We lost Alpha. Hup. Securing A. Ik ga gewoon voor de overwinning. Napalm strike awaiting orders. Jongens, achter jullie kijken. Awaiting orders. Friendly napalm strike on the way. Zo. Kijk. Triple kill. Enemy Cobra approaching. Enemy care package inbound. Securing A. Nou. Oh, niet weer een helikopter natuurlijk. Kom op, nou net die cap niet. Oh. Even die kut helikopter. En die hebben we dan nog. Maar de wedstrijd is afgelopen. Het is niet anders. Mijn god, kom op jongens. Goed spelen. Ja. Het is niet anders jongens. Ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. We gaan even kijken naar mijn ratio nu. Ja, dan kan ik het nog even laten zien. En ik hoop trouwens dat ik level 26 ben. Voor mij ben ik al level 26? Nee, ik ben level 25. Jammer, want ik kan volgende keer nog niet met de oude spelen. Dat potje erop zal het wel worden. En you are mad, inderdaad. We gaan even kijken. Toch al 20.000 XP erbij, dit potje. Best wel goed. Best wel redelijk nice natuurlijk. Mijn ratio op dit moment is dus 1.73. Nou. Niet zo slecht voor het begin. Meeste kills gemaakt met de AK-74U. Volgende keer weer een ander wapen. Ik zou zeggen jongens, duimpjes omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.